eigenlijk. Zit hij op te nemen? Zit hij op te nemen? Ah. Jongens, we hebben al een minuut vlog gemaakt. Misschien wel twee, maar ik had het knopje niet ingedrukt. Dus Noordin, ik ga nog een keer even vragen. Ja. Wat zie je er ongelooflijk strak uit? Even het cameraatje, nieuw pakje. Ja, nieuw pakje. Atlas Lions. Ja, Atlas Lions. Kappertje gepakt, baardje gedaan, want jij gaat naar... Ik ga naar Rusland, naar het WK. Hij gaat naar Rusland, WK. Oh jongens, ik ben zo stikjaloers. Ik blijf achter in Nederland, ga leuke dingen doen ook. Maar jij gaat in het spoor van de Atlas Lions. Ja, klopt. Wij hebben een bijna een half seizoen lang Mokras in de Eredivisie gevolgd. Ja. Welke Eredivisie Marokkanen gaan er naar het WK? Tenminste, met het Marokkaan zelf. Met het Marokkaans team, ja. Hakim Ziyech, Karim El Amadi en Soufiane Amrabat. Ja, we hebben natuurlijk hele hoge verwachtingen van Ziyech. We hebben het lang en vaak over die naam gehad. De NOS houdt vol, die gaan Ziyech zeggen. Nou, moeten ze zelf weten. Ja. Mag allemaal. Iedereen tevreden. Of niet. Ja. Maar Ziyech, wij houden wel vol. Die heeft op zijn rug, op het Marokkaans shirt, zijn naam ook anders gespeld. Wat staat daar? Ziyech. Ziyech. Wat is het verhaal daarachter? Ja, hij heeft een Marokkaans paspoort natuurlijk, omdat hij van Marokko uitkomt. En in zijn Marokkaans paspoort wordt Ziyech met een A geschreven. Okay. Dus dat wordt dan zo overgenomen. Oké, okay. Nou, het ziet er mooi uit. Wat vind je van de shirts eigenlijk van Marokko? Er is ook wel discussie over ja, geweest. Ja, natuurlijk. En het zijn oude shirts in principe. Maar weet je, zodra dit erop komt, ja, dan is het gewoon een prachtig shirt. Heel goed, heel goed. Marokko, dus naar het WK. Voor het eerst in 20 jaar. Nou. Oeh. Ik was toen 21. Jij was 21. Ja. Hoe voel je? Ja, lekker. Ja. Lekker. Gespannen. Gespannen. Zeker. Maar ik heb echt een goed gevoel. Goed gevoel? Ja, wat betekent dat, een goed gevoel? Goed gevoel betekent dat ze echt ze gaan verrassen. En voor mij is dat geen verrassing, want ik heb echt heel veel vertrouwen in deze ploeg. Ja. Maar het wordt dus tijd dat de wereld gaat zien van wow. En iedereen weet van ze kunnen goed voetballen, maar het is nu ook een team. En dat is gewoon, discipline zit erin, mentaliteit zit erin. Ja. Ik zie creatieve jongens keihard knokken, vechten, elk duel willen winnen. Ja, weet je, dat heb ik echt al heel lang niet gezien bij het Marokkaans elftal. En dat heeft Renard in het elftal gebracht. De bondscoach heeft dat goed gedaan. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel artikelen verschenen over dit team. En het grappige is, eigenlijk is het misschien wel een van de moeilijkste teams om een team van te maken. Omdat die jongens in het Marokkaans team overal uit de hele wereld vandaan komen met andere achtergronden. Sommigen zijn Franse Marokkanen, Nederlandse Marokkanen, Marokkanen Marokkanen. Duitse Marokkanen, Duitse Spaanse Marokkanen, Canadese Marokkanen. En een Marokkaan met hoe is in de voorkust. Portugees. Ja. Marokko is het land, als het gaat om dubbele nationaliteit, is Marokko staat met stip op één. Met stip op één. Ja. En maar binnen dat ensemble van allemaal verschillende Marokkanen is de Nederlandse enclave het grootst. Nee. Welke dan? De Franse enclave. Oh, de Franse, pardon. Ja. Correctie. Ja. De meeste jongens zijn geboren in Frankrijk. Uit mijn hoofd een stuk of 10. Ja. Hey, ik had een idee. Wie is eigenlijk belangrijker voor het team? El Amadi of Ziyech? Als ik El Amadi de laatste oefenwedstrijden zie voetballen. Dat is belangrijk, hè? Oh man. Een aanjager, alsof hij zijn motor heeft opgevoerd in Rotterdam ergens in een achterbuurtje. Hij blijft maar gaan en met Ramadan zelfs, hij vast gewoon. En elk duel winnen en woef, en dan was hij weer en woef, weer druk zetten. Dus hij is super belangrijk als het gaat om de balans op het middenveld. Als het gaat om creativiteit, als het gaat om kansen creëren, doelpunten maken, is natuurlijk Hakim ontzettend belangrijk. Hey, Marokko is nu ruim, of bijna een jaar ongeslagen. Ja, klopt. Renard heeft er inderdaad een team van gemaakt, heel weinig doelpunten tegen. Dat is misschien wel het misverstand. Hè? We kijken naar die creativiteit, maar het is inderdaad een team dat heel moeilijk te verslaan is. Jij hebt het over verrassen. Als ik denk aan verrassen, is de groepsfase overleven. Of denk jij groter, meer? Ja, ik denk wel meer. Ik bedoel, als we de groepsfase doorkomen, dan moet je de kwartfinale halen. Want Uruguay of Rusland of Egypte, Saudi-Arabië niet. Maar dat soort landen, daar hoeven we ook echt niet bang voor te zijn. En dan heb je in de kwartfinale, als je als tweede in de groep wordt en Frankrijk wordt de eerste, dan kom je Frankrijk in de kwartfinale tegen en dat is de eerste serieuze test. Oké. Goddomme zeg. Ja. Het WK gaat beginnen. De Atlasleeuwen voor het eerst in 20 jaar. Je zit ook in het stadion, hè? Zeker. Nou ben je journalist en ik heb wel eens vaker naast je in het stadion gezeten. Dat was bij Willem II.
Als Willem II scoort, dan spring jij een gat in de lucht. Wat ga je doen als Marokko op voorsprong komt tegen, ik noem maar wat, Spanje? Geen slecht land. Ik heb best wel zitten oefenen. Ik heb een trampoline thuis sinds kort. Dubbele salto. Dubbele salto. Nou, ik hoop dat er iemand in de buurt is met een camera zoals ik nu met jou in de buurt ben. Nordin, ik wens jou ongelooflijk veel plezier. Dank je wel. Dit was voorlopig even niet de laatste aflevering van Mokka's in de Eredivisie. Want we gaan natuurlijk door als het nieuwe seizoen begint. Absoluut. Ik ga Nordin misschien ook wel bellen of facetimen, whatever. Als het in Marokko echt helemaal uit of in Rusland helemaal uit de hand loopt. Ik hoop het ook. Nordin, ik denk tweede ronde moet lukken en daarna alles bonus. Maar ik ga je denken, man. Komt goed. Boksen.